Gaat goed, Jan hè? Boskamp is niet te geloven, Jan, met je boek. Je bent als hoogste binnenkomer op de bestsellerlijst. Op 10 sta je. Het is echt fantastisch zoals het boek loopt. Jij hebt me gebeld van de week. Ja, nee, maar dat... kijk, al die Feyenoord-spelers... of al die Feyenoord-supporters... Die zijn zo loyaal aan die club. Ja, dan gaan er 3 miljoen boeken weg. Ja. Nou, ja. Minstens. Ja, 100%. Minstens. Maar het leuke is ook, dus de andere Jan Boskamp... dat zei die verslaggever, die schrijver zelf ook. We krijgen de diepe, emotionele, warme kant van Jan Boskamp toch in het boek. Dat was toch het verhaal erachter? Ik kan me wel aan zitten kijken, maar dat is wat die jongen vorige week zei. Je hebt je net al een keer vergist. Dus ja, ik bedoelde gashendel. Ja, maar dat was er niet goed van. Gaspedaal bedoelde ik inderdaad. Ja, dat was niet zo handig. Nou, dan geef ik je weer de kans. Zet je dat je kan herstellen. Ja, dank je. Jij mat het af te zeiken. Nee, want ik bedoel, die jongen die heb ik vorige week ook in uitzending gehad bij BNR. Die zei echt een andere kant van Jan Boskamp. Die jongen heeft het heel goed gedaan. Want Jan is natuurlijk een beetje... André van Katzee. Ja, Jan is een beetje helemaal leeg geïnterviewd. Leeg geluld, ja? Nou nee, Jan is heel veel geïnterviewd over Feyenoord. En op een gegeven moment heb je je verhaal dan een keer verteld. Dan ga je in herhaling treden. En deze jongen heeft toch weer een heel ander boek gemaakt. Door zijpaden te bewandelen, waardoor je toch een hele, inderdaad, een andere Jan leert kennen. Wie brengt dat boek uit eigenlijk dan? Dat brengen wij zelf uit. Hoe breng ik het zelf uit? Ik denk al. Ja. Hoe zit dat nou? Dat doen we zelf. Nee, maar... Oh, Marieke, hè? Marieke doet dat. Nee, maar wij zijn multimediaal. Oh, ja, dat is waar ook, ja. Wilfred en ik en Van der Gijp uiteraard zijn ook nog de hoofdredacteur van dit prachtige magazine. Ja, die volgende ziet er goed uit, hè? Met die volgende ziet er geweldig uit met een hele spectaculaire cover. Ja. Ik wil nog niks onthullen, maar we schijnen er bloot op te staan. Ja. Wie? Wij? Jan, Wilfred en ik. Dat is allemaal gezicht, gaan ze maar in die zaal. Maar wij staan... Maar wij staan achter Jan, hè? Maar er zit een prijsvraag aan verbonden. Oh. Dat is, zoek Jan zijn pipi. Ja. Ach ja. Nou ja, en naast dat magazine maken wij dan ook nog met Voetbal en Zij dit soort boekjes. En deze beschaafde. En een scheurkalender binnenkort nog, toch? Daar zeg ik niet zo over. Daar doen we geen uitspraken over. Daar doen we geen uitspraken over. Nee, maar die mogen er toch niet in. Dus... Nee, maar die scheurkalender die gaan wij waarschijnlijk presenteren in de Late Night Show bij Humberto. Ik ook. Daar staan we nu al voor op. Maar ben jij dus echt volledig naakt? Ja, maar we zijn achter Jan gaan staan, dus je ziet ons niet. Je bent echt een klootzak, weet je. Ik loop je weer.